De man of the match van deze wedstrijd, Davies 33 tegen Eemdijk, Soufiane Moro. Gefeliciteerd daarmee. Dankjewel. Ja, ik kan geen mooie debuut ja, welkom. Ja, wat zou ik zeggen? Ja. Lekker binnenkomen zo, ja. Wij hadden het met DVS TV over visitekaartje afgeven. En ja, dat is natuurlijk, dit is de eerste wedstrijd voor DVS. Echt vanaf minuut 1. En je hebt je wel laten zien. Wat een heerlijk gevoel moet dat zijn, Soufiane. Ja, zeker. Als je bij een nieuwe club komt, wil je graag laten zien. En wat ik ook in het begin van toen ik hier kwam, ook zei. Het is makkelijk aanpassen. En als je in zo'n team komt waar veel voetbal in zit, dan komt vanzelf en dat is gebleken. Jouw eerste doelpunt was niet eens uit een voetballende actie, maar je kreeg die bal op ongeveer zo'n 25, 30 meter vanaf het doel en beschrijf het zelf maar. Ja, ik kreeg hem uit de kaats en als de bal zo stijt, hij kan aan één kant heel hoog over. En als je goed raakt, gaat hij over de keeper heen en dat gebeurde. Ja, en jouw laatste doelpunt, want daar wil ik het dan gewoon even over hebben, over techniek van schieten. Oh, dat ziet er goed uit, Soufiane. Ja, dat is wel een beetje mijn specialiteit. En ik zei toch Barry van, er komt nog een moment dat ik eronder kom. En leg hem alsjeblieft één keer neer. En hij kwam zo lekker, ja, dan moet je gewoon uithalen. Ik heb een appje op mijn telefoontje zitten. En die gaf aan 186 kilometer per uur. Dat zou kunnen. Ik weet alleen dat ik hem lekker raakte. En toen ik hem al raakte, wist ik al van deze gaat wel richting goal. En hij vloog er mooi in, zag ik. Nou, richting goal, die keeper heeft hem helemaal niet eens gezien, denk ik. Nee, ik denk het ook niet. En dan ook nog een keer een mooie assist erbij. Ja, klopt. De assist was lekker. Ik kreeg de bal van onze rechtsback en ik zag Dana lopen. Ik wist van, Barry gaat naar de eerste en eentje komt sowieso eronder. Dan kan je gewoon blindelings spelen. En ik zag Benjamin daar staan en Daan. Dan weet je van, een van hun gaat er wel inschieten. Het begin van de wedstrijd liep wat stroef, hè? De eerste 6-7 minuten. En ja, toen kreeg jij dan die eerste bevlieging en de rest. Nee, klopt. Daar heb je wel gelijk in. Dat zei ik ook in de rust van, boys, laten we gewoon gelijk goed starten weer. We staan 4-0 voor, maar laten we niet 4-2, 4-3 worden. En zoals je al zei, ik zei op het begin van de wedstrijd tegen ze, jongens, laten we snel een vroege goal maken. Want dan heb je het initiatief in je handen. En dat gebeurde gelukkig ook. Toen raakte langzamerhand Eemdijk, dat zag je, het vertrouwen kwijt en jullie groeiden eigenlijk. Want ja, je moet een beetje wennen aan deze samenstelling natuurlijk. Ook omdat er diverse mensen niet bij zijn, hè? Nee, klopt, dat klopt. We hadden het ook met de bespreking erover. We wisten dat Eemdijk zou inzakken. En als ze scoren, dan moeten hun. Want hun staan niet op een positie dat ze kunnen zeggen van gelijkspeel is genoeg. En dat wisten wij ook. En als je 1-0 maakt, dan zie je ook van er komt veel meer ruimte. Gelukkig gebeurde dat ook. En wat ik ook zei, we speelden nu vandaag andere jongens die normaal gesproken misschien niet zouden starten. Maar je hebt gezien dat het een goede collectief is qua team. En iedereen begrijpt elkaar, ze weten wat er van elkaar wordt verlangd. En gelukkig heeft het goed uitgepakt. We zijn blij met je, Soufiane. Bedankt. Dank u wel.